Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en super net dat jullie hier weer zijn. Ik ben klaargemaakt om naar Nolwenn te gaan. Ik heb super lang geslapen vandaag, echt gelijk. Tot 12 uur heb ik in mijn bed gelegen, dan heb ik gegeten en nu ben ik me aan het klaarmaken om naar Nolwenn te gaan. De vlog staat klaar en dan gaan we vandaag even naar Aalst. Super dat jullie hier zijn. Vergeet even niet te liken, vergeet niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik neem jullie vandaag mee. Vandaag is het ook Milaan Sanremo. Ik ga vandaag ook een half uurtje gaan lopen. En dan morgen ook nog een uurtje lopen en dan zetten de trainingen op voor deze week. En volgende week is dan marathontijd. Super nice, kijk er naar uit. Goed rusten. En daar ben ik nu mee begonnen. Vandaag is dag 1 van goed proberen rusten en op tijd in mijn bed te gaan. En vandaag is dat op zich wel goed gelukt. Ik ga nu mijn grief klaarmaken, zorgen dat ik alles mee heb met Nolwenn en dat ik zeker genoeg mee heb. En dan vertrekken we. Ik ben bij Nolwenn aangekomen en hun ouders hebben een nieuwe oprit laten installeren. En er liggen nu kiezeltjes. Ziet er wel nog nice uit. Dan ben ik al te wachten op Nolwenn dat ze komt en dan gaan we richting Aalst vertrekken. Even een koffietje gaan drinken. Het is ook Milaan Sanremo, dus ik hoop dat we dan op tijd terug thuis zijn, zodat ik terug naar Milaan Sanremo kan kijken straks. Wat hebben we gekocht? Baby, don't hurt me. We zijn hier in wereldstad Aalst, guys. Crazy. Nog even dat de nieuwe witte broek gekocht. Nee, niet waar. Jawel. Ik heb niets gekocht. Jawel. Ze is echt in een vervelende mood vandaag. De hele tijd pesten. Nu... Ja, niet echt gaan binnen, daar ga je binnen, denk ik. Nu gaan we naar Jente, even een koffietje gaan drinken. Again. I'm a little bit tired. Ben jij moe? Nee, een beetje warm. Zeg het eens. Omdat ik gisteren 5 uur dutjes heb gedaan. 5 uur? 5 uur, en dan? Gisteren antwoordden ze 5 uur lang niet op mijn berichtjes. En plots sturen ze mij een foto, zo'n gigantische slaapkop. Zo. En dat is zo, ik heb net 5 uur geslapen. Ik dacht, gast, het was 12 uur 's middags. Heb je s'avonds nog kunnen slapen dan? Ja, want daarna ben ik gaan slapen. Ik denk rond middernacht. En ik ben echt bijna direct in slaap gevallen. Tot 9:30. Manneke. Dus je bent heel goed uitgeslapen nu. Een beetje te goed uitgeslapen. Ja, een beetje vervelend nu, hè? Liefje. Maar ik had het dus nu zo echt veel slapen. Dit is de macht van Aalst. Toch? Dus het enige waar dat Loran moet worryen, hoe zeg je dat? Ja, zorgen over moet maken. Is dat ik te veel slaap. Andere mensen maken zich zorgen dat hun vrouwtjes cheaten. En ik maak mij zorgen dat je te veel slaapt. Wat ga jij pakken bij Jente, weet je het al? Heb je zin in een koffie of niet? Nee, nee, misschien moeten we geen koffie doen. Pakken. Ja, ik zie wel zo. Oké. Okay. Ik ga een koffietje pakken. Ja. Ah, je zegt tegen mij dat ik geen koffie moet pakken. Ja. Why? Dat komt nu pas binnen. Ja. Omdat je een beetje energetisch bent. Nee. Oh my god, ik moet dit vertellen, guys. Ik krijg een elektrische fiets. Oké, okay, ben je daar blij mee? Ja. Ik moest dat zeggen. Van? Want ik ben aan het stoeven. Ik was daar net al bezig dat jullie nieuwe steentjes hadden. Dus dat er wel goed uitzag. Maar je gaat dus een nieuwe elektrische fiets krijgen. Welke? Weet het niet. Hoezo, weet het niet? Je bent gaan kijken. Ah, je weet gewoon niet wat merk je hebt gekocht. Ik ben gewoon de fiets gaan kijken. Ah, oké. Okay. Ja, ze gaat een elektrische fiets krijgen, dus nu heeft ze geen excuus meer om niet meer met me mee te gaan als ik ga gaan lopen. Jawel. Nee. En ook een tip voor jullie, guys. Als je in Aalst wilt parkeren, want het was super moeilijk weer vandaag. Er is ook een app en dan kun je de parkeerplaats aan en dan kun je via de app betalen. Dan moet je niet naar zo'n kaartje gaan halen achter je uitleggen. Wat? Gaan we snel eens naar het Delenkamille. Oké. Okay. Delenkamille is echt jouw vibe, hè? Vibe. Ik heb hier ook een anime-winkel, maar ik kijk niet echt naar anime. En voor de mensen die anime kijken, in Aalst kun je dus blijkbaar zo Japanse dingen halen, denk ik. Toch? Geen idee, ik kijk niet naar anime. Oké. Okay. Alhoewel, ja. Ik heb wel een beetje naar anime gekeken. Is Avatar niet ook anime? Ja, ik denk dat Avatar anime is. Kijk, dit is Dille en Camille. In Gent heb je ook echt een leuke winkel. Zo. Allemaal zo houten en zo, bloemetjes en zo. Zal even kijken? Nee, maar ik ben wel aan het denken om een brandje te kopen voor mijn kamer. Ah. Oké. Okay. Cat safe. Cat safe. Wow, de Jente heeft hier ons toch weer goed bediend, hè? Een goede brownie. Een ijsje. Hij heeft dat wel gemaakt. Hier zie je, een echte chef kok, jong. En met een hartje en al. Dat is hier met veel liefde gemaakt, hè? Ik weet niet waarom, maar er staat hier op het raam Titus. Dus ik zeg tegen Nolwenn, je bent een Titus. En nu moest ze daar super hard om lachen. Je bent echt een vieze Titus hier. Lekker koffie gedronken, thanks Jente. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Finale van Milaan Sanremo, one kutkoers.
veel te grote groep, al die sprinters, dat is echt niet nice. Het is nicer als dat zo'n lastige koers is. Als je met zo'n gigantische groep naar de finish komt, dan is het geen lastige koers. Echt monument onwaardig, maar goed. Oh. Bart, hey. Oei, oei, het is een ambulance. Oh, kijk, een cat. Oh, er is een petit cat. Schatje, even een review. Wat heb je gekocht? Caudalie. En voor wat is dat goed? Je moet wel een hele shoplog maken, hè? Ja, daar kan ik niks mee. Hè? Maar ik heb dat al gekocht, maar in een kleine vorm. En ik vond dat wel dat dat goed werkte. Dat zou je poriën verkleinen en je een glanzerende look geven. En ik moet zeggen dat elke keer als ik dit gebruikte, dat dat wel inderdaad glanzerender was. Maar dat kost in zo'n fles, ik denk 40, 50 euro. Zo'n grote fles. Echt? Ja, want de kleine fles was al 16 euro van 30 milliliter en het is 100 milliliter. En hoeveel lang kan je daarmee? Ja, 30 milliliter heb ik dat eind in de zomer gekocht. Amai. Maar ik heb dat niet zoveel gebruikt, omdat ik zo was van dat werk jij goed, maar dat is, ook, dat is klein, dus ik wil dat houden voor gelegenheden of zo. Uh-huh. Deze heb ik voor 12 euro gekocht op Vinted. Helemaal nieuw. Hoezo dus... doet die dat weg dan? Ik weet het niet, voor 12 euro. Shoplog met Nolwen. Voilà, dat was een keer leuk, hè. Oh, het is echt nice weer. Ik had tegen Gent ook gezegd van we moeten nu nog een keer samen gaan fietsen, maar met dat weer wat het nu de laatste tijd is geweest, dat is er gewoon nog niet van komen. Maar als het zo weer blijft, kunnen we misschien binnenkort nog eens gaan fietsen samen. Yo gasten, ik heb de vlog niet meer afgesloten. Toch merci om te kijken. Morgen zie ik jullie weer in een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.